De plek van de robot in de stal en de gekozen voerstrategie bepalen grotendeels het succes van robotmelken. Overweegt u te gaan robotmelken? Dan is onze oriëntatiecursus iets voor jou. Robotspecialist Paul Schutte en melkveehouder Henry Vongink geven tijdens het webinar praktische tips en voorbeelden. Tijdens de webinar komen de volgende onderdelen aan bod. Een slimme stalindeling. Waar wordt de robot in selectieruimte geplaatst? En hoe creëer ik korte looplijnen? Voerstrategieën. Voert u het krachtvoer in de robot, krachtvoerbox of in een gemengd rantsoen? Klauwgezondheid. Waar plaats ik het voetenbad? En hoe zorg ik dat deze structureel gebruikt wordt? Bent u zich aan het oriënteren om te gaan robotmelken? Meld u zich dan aan via onderstaande link voor het oriëntatiewebinar op 25 november om 8 uur.